Ja, that's yours. That's yours. Oké. Okay. Gaan we beginnen? Nou, we lopen nu officieel. Nu is het wel geinig om zo'n... we zijn nog niet begonnen stukje te hebben. Oké. Okay. Dat is eigenlijk dit wel. Vind ik wel leuk dat je dit aankondigt. Ja, maar dan is het dus gemaakt. Dan is het meta. En dan zijn we toch weer aan het... Aan het? Aan het spelen. Aan het acteren. Ja. Ja, nou ja. Dat kan ik, maar goed. Nee, precies. Maar dan komen we... Dan kom, ben ik wel alleen aan het acteren. Ja, wat valt het meest tegen aan de Fairphone? Ja, jij hebt een Fairphone, hè? Ja, ik heb een Fairphone. Waar andere mensen een iPhone hebben of een Samsung, heb jij een eerlijke telefoon. Ja. Ik heb namelijk net een bronskleurige Samsung gekocht met een pennetje. Er komt een pennetje uit. Ja. Maar misschien moet ik ook niet meer met mijn jongste dochter telefoons gaan uitzoeken. Want... Dat pennetje, dat vond ik ook wel... Interessant, toch? Nou, ik had dat vroeger ook, zo'n pennetje bij de Sony Ericsson. Was heerlijk. Maar ik dacht, ik ga voor de Fairphone. Ik was gewoon klaar met de iPhone. En ik was gewoon klaar met de... Maar bevalt hij of is hij lastig? Nee, het is een prima telefoon. Je moet gewoon... het is dan een Android, maar goed. Wat ik wel vind van de naam Fairphone is zoiets als... Ik heb een leuke vriendin. Hoe heet je vriendin? Dat is een leuke vriendin. Ze heet Knap. Mijn vriendin leuk. Is Knap. Precies. De Fairphone claimt daarmee de eerlijke Fairness. Telefoon. Ja, nou, zeker. Nou, dat is iPhone niet. Omdat ze... Ze dwingen je gewoon tot van alles. Ja. Dat zal Fairphone misschien ook wel gaan doen, maar... Tot die tijd zijn ze in ieder geval fair. Nou, in ieder geval in het maken ervan zijn ze verder. Ja, nee, zeker. Zijn ze veel verder. Maar de good phone. De good phone. Good phone. Ja. Just phone. Phone. Ja, fair phone. Ja. Fair. Hey, zullen we beginnen? Ja, absoluut. In godsnaam. Ruben Tijl, 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 Ruben Tijl. Dit is lekker dit hoor. Ja, hè. Welkom bij Ruben Tijl, Ruben de podcast. Ja, en we moeten gelijk beginnen met een woord van dank aan onze gastheer. Want lieve luisteraar, we zijn op dit moment bij Tijl thuis. Ja. Ja. We zitten aan een hele mooie, mooie dikke tafel van hout. Dus mooie, stevige, goede designstoelen. Aan de wanden hangen op volgorde alle gouden en platina platen van de lama's. Dat is niet waar. Dat is aan niet de andere kant, op de andere wand zie ik spreuken op canvas gedrukt van hemzelf. En Marco Borsato. Home sweet home. Tuinieren is groeien. T. Beckhand 2019. En achter jou hangt alles van tiende van Tijl. Ja, alle mooi. Cd's. En ik kijk recht op een bronzen buste, ook van Tijl. En daarnaast nog één, die is ook van jou. Ja. Alleen is iets groter. Nou, ik heb... en ik ben nu nog bezig. Dus wel, en ik heb ze allebei zelf geboetseerd. En samen met een Brabantse kunstenares in brons gegoten. En we zijn nu bezig met een buste waarin ik mezelf maak. Dus ik ben bezig... Ik ben bezig met de buste. Wauw. Dat is heel mooi. Want je ziet dat ik... heel geconcentreerd bezig ben met mijn eigen buste. Ja, briljant. En dat... Je bent vooral tevreden over de blik van jouzelf... dat je jezelf aan het maken bent. Nou ja, het is moeilijk om die blik te vangen. Dus ik ben er uiteindelijk heel tevreden over. En die Bredaanse kunstenares, had ze blonde dreadlocks? Ja. Ja, dat hebben ze vaak. Ja, het is een beetje een stereotypische vraag, maar vaak zie je dat. En ze speelt een verdomd goed potje djembe. Nou. Dat heeft ze geleerd bij een studiereis door Zimbabwe. Nou, dan weet u een beetje in welke setting wij zitten, lieve luisteraar. En dat wij hier zo op locatie kunnen zitten is een wonder, vind ik. Ja, want eens. We klinken alsof we in een studio zitten. Maar het is de studio op reis, studio lijn 14. En dat allemaal dankzij Richard, die hier de techniek maakt. Meneer Den Haag. Voor jou. tweede podcast. Ja, zouden we dingen gaan vertellen over aantallen luisteraars? Ja, precies. Dat heb ik heel stellig gezegd aan het begin. Daar blijf ik bij. Er zijn heel veel podcasts. Er wordt ontzettend veel geroepen van dit is de grootste, dit is de populairste. Cijfers zijn er eigenlijk niet. En wij doen nu mee. Dus ik kan je zeggen dat we nemen dit om een uurtje of 10 op. Om 8:50 vanochtend stond de teller voor deze podcast, aflevering 1, op
14.507 downloads. 14.507 mensen in Nederland die dit allemaal gehoord hebben. Die allemaal... Maar als wij die tegenkomen, dan is het soort van... Hey! Maar reken, met downloads kan je ook wel misschien denken... die luisteren wel met z'n tweeën. Ja. Ja, natuurlijk. Dat ja, natuurlijk. Ja. Zo is het wel. Wil je ook mijn boekhouding gaan doen? Daar hou ik volgens mij veel meer over. We stonden, grappig genoeg, op 1 bij Apple... Bij de gewone, de gewone podcast. En niet in de nieuw en noemenswaardig. Maar bij Spotify stonden we op 1 bij nieuw en noemenswaardig. En niet in de gewone lijst. Ja. Het is wel heel geinig hoe dat... En er is nog een lijst die heet Podtail. Ja. 175 podcasts. Toonaangevende podcast. Wordt dagelijks bijgewerkt. Nou, daar stonden we helemaal niet in. Daar zullen we wel bij... Nee, stonden we helemaal... Nee, dat is gek. Helemaal niet in. Nou, vind het toch vreemd, want ik vind dan, we hielden het een beetje bij hè, in ons groepsappje, hoe hard het ging, het aantal plays. Is er een groepsapp? Oh, kak. Nee, niet echt een groepsapp. Nee. Oh, jullie hadden... We appen gewoon, ik heb jou toch ook wel eens? Ja. Nou, wil ik even niet vanaf zijn. Ja. Joh, man. Maar ik vond het dus best veel, alleen... mijn kennis van de podcastwereld is zeer gelimiteerd op dit moment. Hè? Mm-hmm. Is nog niet van professoraal niveau. Nee. Maar ik vond het wel veel. Professoraal? Dus, professoraal. Oh, mooi. Ja, of professoreel. Nou, dus ik wist niet precies of dat nou veel is of niet. Maar ik vond het veel. Mm-hmm. En ik vond het snel gaan. Dus ik heb één podcastdeskundige in mijn vriendenkring. Ja. Okay. Of in mijn kennis- en vriendenkring, collega-kring. Luc Ikink. Oké. Okay. Dus ik heb Luc geappt. Nu zit ik op het puntje van mijn... Dat weet ik, ja. Het Lucje van mijn stoel. Ja. Ik zei... Lucky you. We hebben dus... Toen hadden we er 13.000. Zei ik, is dat veel of weinig? En toen zei hij... Hi. 13k is tussen aanhalingstekens best oké voor een eerste aflevering. De top van Nederland heeft ongeveer... Ja, ik ben bang dat ik jullie dag nu gaan verzieken. Nee hoor, 150.000 per aflevering. Maar na hoeveel dagen? Precies. Ja. Dus daar ben je nog wel ver vanaf. Maar elke podcast meet weer op zijn eigen manier. Er zijn wel standaarden voor, maar niet iedereen gebruikt dat. Dus de ene podcast meet een stream al na 30 seconden. Een ander na een minuut. Dus als je te weinig vindt, kan je altijd zeggen dat het meetsysteem ongunstig is. Ja. Wat een topper, hè? Maar hij zei ook eerlijk daarbij, de top van Nederland, die 150.000 plays per aflevering heeft, die hebben daar wel een paar maanden over gedaan om daar te komen. En dit is onze tweede podcast, jongens. Yo, dit wordt vanzelf een topcast. Wat een mooie... Ja. Maar je draait het om, hè? Een topcast. Maar dan, met een, Ja, ik heb ook een appje gehad van een podcastdeskundige. Ik heb heus ook wel een appje gehad van een bekende Nederlander. Nou ja, dat is ook zo. Na de lancering van onze podcast en mijn mededeling dat ik hier de cijfers zou gaan blijven vertellen, kreeg ik een heel aardig appje van Domien Verschuren. Hey. Van Man, de podcast. Ja, man. En hij zegt, tel morgen Domien hier. Een van de podcast cowboys ben jullie eerst aan het beluisteren... wanneer jij vertelt over de transparantie. Het probleem is vooral dat iedereen maar wat doet. Dat is dat de meetmethodes allemaal verschillend zijn. Yeah. Wat is een luisteraar? NPO telt weer anders dan wij. Wij weer anders dan de zelfpodcast, et cetera. Het is dus niet om geheimzinnig te doen... maar omdat er gewoon geen gezamenlijk pijl op te trekken valt. En gefeliciteerd met de lancering natuurlijk. Bam. Dus super attent. Heel erg attent. Hij zegt, ik vind jullie podcast zo goed. Want zo werkt het. Ja, klasse. Ik vind dat zo'n goede podcast. Ik kreeg er een knipoogje bij van Tijl. Ja. Dus zo zegt hij dat. En dan stuurt Domien, wat een mooie complimenten. Ik heb erg genoten van jullie eerste. En dat complimenten, dat haal ik dan weg. En dan ga ik... Met een soort complimenten polonaise. Op de website zet ik dan, die we nog gaan bouwen. Ik heb erg genoten van de eerste, Domien Verschuren. Ja, briljant. Ja. Maar dat is, niemand weet hoe dat gegaan is. Wacht, dat ik dat compliment van hem heb losgeweekt.
lassen. Zo ga ik Dus dan moeten we ook uit dit appje van Luc ook iets kunnen halen. Ja, ja zeker. 13k maar, is best oké. Okay. Of kunnen maar, we best weghalen? Nee. Nee, laten we van beste, beste maken. 13k is de beste, oké. Okay. Ja, is best. Is best. Ja. 13k okay. is de beste. Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, hier. Was getekend Luc Ickink. Luc Ickink. Ja. En zo. We zijn hier goed in. Ja. Wacht. Check die toch niet. Nee. Maar wacht eens even. Zo kunnen we echt heel veel appjes ook anders gaan uitleggen. Nou, ik ga... dit is perfect. Hier moeten we mee op doorgaan. Ik ga Katja Schuurman nu. Die heeft mij vanochtend. Die appte mij vanochtend om 9:15. Oh, maar, dan krijg je, gaat het allemaal wel goed. Allemaal appjes binnen, maar allemaal doorgestuurd. Allemaal werd van alles doorgestuurd. Maar van achter naar voor. Dus je komt bij de laatste app pas erachter waar het over gaat. En dat was een app van Lodewijk Asscher. Over dat we moeten opkomen voor de cultuur. Check. Dus het begon met... Asscher. Het begon met... Mijn eerste app die ik kreeg van Katja was... Er kunnen nog veel meer namen bij. Kun je daarbij helpen? Dat ik denk, hè? Wat? Daarna, wat heel graag iedereen die tot morgen 12:00 naam en functie appt naar dit nummer, zet ik erop. Bam, wacht. Ik heb de quote voor onze app, voor onze podcast. Nou, ik vind niet dat we uit de appjes van de oproep van Lodewijk Asscher... om te gaan staan voor cultuur, ons compliment moeten halen. Ik kan wel Katja appen en zeggen... hey, thanks dat je aan me hebt gedacht voor deze lijst. Heel veel succes ermee. We staan voor cultuur. Cultuur is ook de podcast waar wij mee bezig zijn. Is ook cultuur. Ja, ja, toch? En dan zegt zij misschien wel, zeker. Katja Schuurman, zeker. En dan of zegt ze, ja. Je hebt gelijk. En dan maken we daarvan... Ik hoor, zeker. Dit is gelijk de beste podcast. Gelijk. En als je nou zegt, ik doe mee aan je actie en zij stuurt terug, geweldig. Kunnen we die dan pakken? Katja Schuurman, geweldig. Maar we kunnen sowieso zonder dat ze terug hebt, kun je eruit halen. Als Katja Schuurman denkt aan kunst en cultuur, denkt ze aan de podcast. Ja, want ze dacht aan jou, moet hij hebben. Ik denk deze boekhouder, jij bent echt lekker bezig. Ik denk dat zij nog niet van onze podcast op de hoogte was, omdat ze nu echt... Nee, maar ze denkt aan jou. Dus, ja, ik vind en het... jij doet dit. Okay. Ja, dus... jij bent te bescheiden. Ik vind het, ja. Hoe vaak heb je dat gehoord? Nu maak je het heel moeilijk. Tweede is de tweede keer dat ik het gehoord heb. En de eerste keer was ik te jong om het te beseffen. Wist je niet wat bescheiden betekent? Precies. Nee. Oké. Nou, ik heb gezegd, ik teken deze petitie uiteraard. En ik heb ook gezegd dat ik graag mijn naam wil hebben tussen Chris van Houten en Rob de Nijs. Want het is best wel een lange lijst. Wat? En je wil tussen die twee? Ja, maar ja, je kan dus ook bijvoorbeeld bij Nico van der Knaap terechtkomen. Sander Foppelen. Ja. Dus... Ik weet niet waarom, maar die naam, als ik een bekende Nederlander naam moet zeggen, zeg ik altijd Sander Foppelen. Ja, maar dat is ook een hele leuke naam. Ja, hè? Is ook een leuke gozer. Jij kent hem persoonlijk? Ik ken hem persoonlijk. Hij deed mee bij Baantje. Nou, genoeg erover. Ja, ja, precies. Ja. dit is zo'n... Dat je op de Duitse snelweg rijdt en een afslag neemt en vrij snel... tot de conclusie komt, we moeten er snel weer op. Want hier is niets dan dood. Braunschweig. We zijn nu bij Braunschweig. Hij maakt hele mooie foto's. Ja. Hij maakt hele mooie foto's. Ja. Sander, we spreken elkaar, man. Precies. Klasse, Sander. We hebben onze podcast gelanceerd bij Jinek. Dat was één groot, eclatant succes. Welkom bij Jinek. Ruben, jij wist niet eens wat een podcast was. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat wist ik wel. Dat heb ik gehoord ik van je vrienden. Ik snapte het niet. Oh, je snapte het niet? Nee, ik snapte het hele fenomeen niet. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk non-stop podcasts geluisterd wanneer ik kon. De Krokante Leesmap, ook zo'n ontzettend goede Sterker podcast. Sterker nog, jij bent nu zo'n rabiate podcast-opdringer geworden die naar mensen toe gaat van je moet nu... Show's over. Nee, blijf zitten. Ik bedoel het goed. Alles waar wij van houden, hè, jouw gezicht... Je billen, dat fysieke, dat alles wat jullie doen, dat kan niet bij een podcast. Dat zie je dus dan niet meer. Nee, maar hoe moet dat dan? Die gaan zij dus beschrijven. We hebben nog een hele leuke avond daarna gehad op de redactie met Jinek. Waar ik dan wel merk dat Eva erg naar mij toetrekt. En dat jullie
er steeds bij komen staan. En omdat dit een persoonlijke podcast is waarin we eerlijk tegen elkaar zijn, mm-hmm. wil ik toch aangeven dat als ik even een onderrondje heb met een collega succes iemand. We moeten een collega succes iemand. Nee, maar even succesvol. Een CSI collega succes iemand. Eva succesvol, ik ben succesvol. Niet we in het een, Nederlands. We hebben een professionele... In Nederland spreken niet zo. Als je iemand een collega succesvol... Laat me even mijn verhaal iemand... opmaken, want ik vind het belangrijk. We hebben een professionele klik. Ik kom veel bij. Een teken afspreken. Ik ben vriend van de show. Ja, dat is... En dan kom je er toch een beetje lacherig bij staan. En dat vond ik gênant. Verder vond ik het een super goede show. Wat was het gênant aan? Nou ja, jullie komen er zo met je duimen allebei zo in je broekzakken zo een beetje bij staan als twee... Giechelend. Ja, als twee jongens op tien naartoe. Oké, eerlijk is eerlijk. Fair is fair. Ja, zeker. Zo ging het in het begin. Maar hoe eindigde de avond... Hoe eindigt het nou, avond? Jij zat volgens mij weer alleen maar R&B-hits uit te wisselen met... Volgens mij houdt Eva totaal niet van R&B. En blijft dat een soort groot misverstand tussen jou en de rest van de wereld. Ze is daar gek op. Ja, volgens mij. En dat moet je bij mij wijzen. Ja. Maar ik zeg, we moeten een teken afspreken. Ik weet nog een aflevering Seinfeld. Dan gingen Seinfeld, Jerry en Elaine gingen naar een feestje. Wilden ze niet alleen zijn, of als ze in een gesprek zouden zijn met iemand anders waar ze geen zin in hadden, en dan hadden ze als teken afgesproken: ik tik even zachtjes op mijn hoofd zo, op mijn kruin. Maar ja, op een gegeven moment zag je dus een shot van Jerry in de keuken met iemand op zijn hoofd tikken en Elaine in de huiskamer met iemand anders ook. Maar het teken werkt wel. Misschien moeten we zoiets afspreken. Na al deze jaren met elkaar. Ja, okay. Dus je tikt op je hoofd en dan zeg je tegen de ander... Kom helpen, maar ja, in dit geval wilde je dus wegblijven. Dit is een antiteken. Dus dan moeten we een kom niet helpen. Een ander ja, precies. Onder je kin tikken. Onder je kin. Ja, dus ik in ben Italië is het geen goed idee om dat gebaar te maken. Nee. Kom niet helpen. Nou, daar komen we op terug. Zit aan je neus. Als jij luistert en jij weet zo'n teken... en jij herkent deze situatie... laat het ons dan weten. Via nummer 06-219-82-150. Dat brengt ons gelijk op dit geinige rubriekje. Ja. We hebben vorige week, vorige aflevering, dit nummer aan jullie doorgegeven. En zowaar zijn er een aantal vragen via de voice-app binnengekomen. Ja, en die vragen die beantwoorden wij altijd standaard binnen 5 minuten. Alle vragen moeten we binnen 5 minuten hebben behandeld. Dus de keukenwekker gaat aan. Precies, daar gaat hij. En dan gaan wij. Nou, we hebben... Zullen we ze... We moeten ze even horen. We gaan ze even horen. Hoi, Ruben, tel Ruben. Mijn naam is Ines. Ik ben 24 jaar. Ik heb enorm genoten van jullie eerste aflevering van de podcast. Echt geweldig. Ik zit op het moment thuis, maar mijn huis is in Helsinki, Finland. Dus dat hele verhaal over Jean Sibelius was... top om te horen. Vond ik heel interessant. Ik ga snel eens kijken of ik naar het huis toe kan. Maar ik heb ook een vraag aan jullie. En mijn vraag aan jullie is... jullie hebben het steeds over dat jullie zo van eten houden... en dat jullie het zo gezellig vinden. Wat is nou echt jullie favoriete eten? Is het een specifiek gerecht? Of is het misschien Italiaans of sushi? Waar houden jullie nou echt heel erg van? Oké, dank jullie wel. Ik vond die... Dank jullie wel. Die vind ik zo leuk. Kunnen we daar een bumper van maken? Dank jullie wel. Heerlijk is die. Oké. Nou, Ines. Ons favoriete eten. Voor mij is de Indonesische rijsttafel. Ja, ik was al bang dat jij zou beginnen. Want als jij losgaat over je favoriete eten... dan blijft er niets meer over voor de rest. Dus, nee, maar daarom. Ik laat het daarbij. Echt, waar is dat? Nou... Met een hamburger. Met een goede hamburger daarnaast. Nee, want ik eet alleen al mijn veegburgers. Helemaal niet, alleen maar. Ja, van de burger. Kijk, een burger, dat voegt helemaal niks toe qua vlees op een hamburger. Is zoveel saus, augurk, allemaal. Daar kun je echt makkelijk met Duitse snelweg. Braunschweig. Ja, Braunschweig. Ja. Terug naar de basis. Dus jij, Indonesische rijsttafel, heb jij dan ook een specifiek adres waarvan jij zegt, daar haal ik de allerbeste vandaan? We hebben in Den Haag, vind ik wel echt
daar in Scheveningen. Scheveningen, ja. Echt heerlijk gegeten. En er is ook een in Den Haag bij de Kneuterdijk. Kneuterdijk. Maar dat was de eerste, maar die is dus nu failliet. Hoe erg is dat? Ja, dat zit er al heel lang. En dat is de eerste, eerste restaurant met de Indonesische rijsttafel. Ik vind het zo erg dat er zoveel horeca... Ik vind het echt mijn... Ja, ik word er echt verdrietig van al die faillissementen van de horeca. Ja, echt hè? Ja, ik ben zo dol op horeca. En dat zeg ik zonder gein. Dat ik vind het vreselijk om al die... Horeca is eigenlijk waar je het allemaal voor doet. Hè? Daar geniet je van het leven. Ja. Je gaat werken en dan ga je Mijn oudste dochter werd op haar vierde levensjaar gevraagd door een van mijn goede vrienden. Weet je wel wat je vader eigenlijk voor werk doet? En toen zei ze, ja, die werkt bij restaurant Toscanini. En toen zei ik, wat? Nou, daar zit hij altijd. Ja, dat klopt. Maar dit werk ik niet. Nou, dat heb ik even moeten uitleggen. Ja, maar, dat was de factuur ging andersom. Maar Ines, dat is wel gelijk mijn antwoord op de vraag echt. De Italiaanse keuken is mijn lievelingskeuken. Ik kijk de laatste tijd veel naar Anthony Bourdain op 24 Kitchen. En daardoor ben ik toch weer verslingerd geraakt aan de Aziatische keuken. En haal nu heel vaak Vietnamees. Bij Po 79, bij de Albert Kuip. Dus een flink eentje om. Maar dat is zo waanzinnig lekker. Vietnamees, natuurlijk ook Thais. Best wel gezond ook, toch? Die Vietnamees, die roze en allemaal zo. Precies, ja. Spicy. En, ja, klasse. En het is heerlijk. Maar als ik zou moeten kiezen voor een keuken de rest van mijn leven... Ja. Dan zou ik het downsizen tot Italiaans... Japans, Frans. Ja. En dan zou ik Japans toch te eenzijdig vinden. En dan ga je toch naar Italië. En ik zou Frans toch te heftig vinden. Ja. De rest van mijn leven hele heftige sauzen. En dan is Italiaans toch... Ja. En ik heb nu ook een vriendin die dat heel goed kan maken. Dus dan zijn we bijvoorbeeld 's avonds best nog honger. En gaat zij bellen? Nee, die flanst op. Nee, maar dat kan zij maken. S'avonds flanst die een pasta in elkaar, terwijl er niet zoveel in huis is. Nee, maar dat is goed voor een Italiaans. Er is weinig voor nodig. Ja. Het is gewoon olie, simpel. Knoflook. Je moet een goede pasta hebben. Vijf minuten, we zijn er bijna doorheen. Ja. Ja, we gaan over eten hebben. We zijn er bijna doorheen. We moeten in sneltreinvaart door die andere vragen. Hoi Ruben, Tel en Ruben. Ik ben Marion Eggermond, ik ben 42. Ik woon vlakbij Breda. Die wil graag dat we haar dochter feliciteren. Lieve Julia, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hyper de piep. Hoera. Die was voor jou, Julia. Fleur en Bojura. Hoi. Hi. Hey. Hallo. Hi. 20 en 22 jaar, die spreken hun vragen in om 1:05 s'nachts bij de McDrive. Leggen niet uit waarom. Super bedankt daarvoor. Ze werken daar of ze hebben daar allebei een vriend. En misschien hebben zij één vriend. Ja. Dezelfde vriend. En komen ze daar dan pas achter. Dat ze allebei tegelijkertijd met hem hebben afgesproken. Ja. Denkend dat het hun eigen vriend was. Ja. En toen kwamen ze daar dat ze allebei dezelfde jongen gedaten. Met Simon die achter de McNugget staat. Ja, precies. Simon ja. Quarter Pounder ja. De Vries. Maar die willen weten, wat is het allergekste wat wij met mensen hebben meegemaakt door onze bekendheid? Dit. Nee, maar weet je nog die middag in Apeldoorn? Dat we naar de bioscoop gingen? Ja. Dat is niet het allergekste, maar het is wel het meest recente. Maar dat was een crazy, crazy afternoon. We stappen uit ons busje en we wandelen het centrum in. En we zijn 3 stappen onderweg. Ja, en we zijn aan tour, hè? Dus misschien even goed om erbij te zeggen. Ja, jij en Jeroen en Patrick lopen vooruit. Ja, en met jij bedoel je Ruben van der Meer. Ja. En Ruben Nicolai, dat ben ik. En Tel, dat ben jij. Ja. Dit is verwarrend. Wij liepen achteraan. Ja. We moesten even wij wachten even. We stonden erg stil. Los waren wij. En uit een koffiezaak komt een man. Aangesneld. Echt aangesneld. Echt een tred. Ja. een montere tred. Met een doel. Hop, 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 een doel. Hop, hop, hop. En die staat voor ons en hij zegt, weet jij het nog letterlijk? Hier binnen zitten 2 dames die wel koffie met jullie willen drinken. En hij zegt het op een manier alsof hij een tweedehands auto verkoopt op een terrein waar helemaal geen tweedehands auto's verkocht horen te worden.
Dus dat was heel gek. Nou, omdat wij stonden daar net. Dus dat, ja, dat moet allemaal dan zo snel besloten zijn. Dat ging in 30 seconden. Ja, in 30 precies, seconden. Ja. En rennen. Hé, er zitten die twee dan. Nou, dat vonden we heel gek. Maar we moeten bijna geen tijd meer. We hebben nog één tijd voor Roy. Ik ben een keer in een Frans restaurant staande gehouden door Holleder. Met de vraag of ik zijn columns wilde bekijken. Ja, dat is ook. En die had die hand geschreven bij zich. Vond ik ook best gek. Ik vond en eng. Ik vond het ook gek om op een parkeerplaats in Zuid-Afrika herkend te worden door een vrouw die vanaf 50 meter aankwam rennen. Hey, wat leuk dat ik jou in het echt zie. Wat fantastisch. En die schreeuwt tegen de man. Die kon heel snel schakelen tussen vrolijk en woedend. Want tegen mij was heel vrolijk. En dan woedend tegen de man. Maak nou een foto. En oh, het is zo leuk dat ik je uitgewerkt hier moet tegenkomen. Ongelooflijk. En we gaan eindelijk op de foto. Oh, eindelijk op de foto van Jeroen van Koningsbrugge. Ja. Ja. Ja, dat zijn... nou goed. En jij? Kentje, kort. Nou, ik werd laatst in België herkend met mondkapje. Nou, dat vond ik en er was mijn vader bij en die gloeide van trots. Die op zei, jouw mondkapje staat... Niet doen. Ik ben Ruben van der Meer, bekend van de waarom, volgende team. Waarom wordt mijn verhaal dan weer gedaan? Nee. Weet je? Afslag Duitsland. Jongens, we hebben nog maar een paar seconden over. Laatste vraag is van Roy. Goeiedag, mannen. En die vraag is, wat vinden jullie van het openbaar vervoer? Ja, hij is tramchauffeur, toch? Buschauffeur. Dat is goed. Nou, toevallig hetzelfde verhaal. Ik stond dus, want ik werd herkend door iemand achter het loket. Ik ben ontzettende fan van het openbaar vervoer, maar gaat te weinig. Maar het mag echt wel een stuk goedkoper. En het kan. In België is het gewoon echt wel veel goedkoper. Er werd mijn vader haalde een kaartje van Knokke naar Brussel. Was 7 euro. Nou, ik dacht echt van, hè? Knokke Brussel 7 euro? Ja, 7 euro. En ik heb ook wel eens gehoord van een stad in Brussel. Maar dat is echt in een trein? Dat is een trein. Wordt die door paarden getrokken? Nee, maar ik vind het inderdaad, het is vrij goedkoop, 7 euro. Nou ja, maar dan... Nu is het, denk ik, ja, ik had hier ook een klein tweedehandsje voor kunnen kopen... als je een kaartje koopt bij de NS. Dan had ik gewoon met een Suzuki Swift uit 87 er naartoe gereden. En dan had ik een auto gehad. Voordat we beginnen, ik kreeg al 2 euro terug. Zijn er nog appjes die we nog even snel moeten sturen... Ja, voordat we deze opname echt ingaan? Nee, niet kwalijk. Ja, ik moet nog eentje afmaken. Ik heb namelijk... window of opportunity. Ik kan heel misschien binnenkort een last minute vakantie boeken. Okay. En ik dacht, dan wil ik toch eigenlijk heel graag naar de zon. Dan heb ik zoveel zin in warmte. Ja. Dus dacht ik, Curaçao is geel. Is geel. Maar ik weet, ik ben 1 keer op Curaçao geweest voor een opname. Heb daar niet zo goed op gelet. Dus ik dacht, wie is mijn Curaçao-deskundige? Wie kan ik vragen waar ik moet verblijven? Gerard Joning. Dus die ga ik even vragen of hij een goede tip heeft. Ja, tuurlijk heeft hij goede tips. Even kijken, het is nu... Die is nog niet wakker. 10:50, ja precies. Dat kan al wel 2 uur duren. ik heb even heel snel moeder van een vriendinnetje van Fiene. Fiene heeft een studiedag. Die heeft gelogeerd bij een vriendinnetje. Die komt zo hier naartoe. Dus die gaat waarschijnlijk straks aanbellen en dan vragen wat zij aan het doen. Ja. En er gaat nog een vriendinnetje mee en die wordt hier weer om 1 uur opgehaald. En ik zeg dat oké is. Oké. Okay. Ja, ik moet Steven Kazan een appje sturen. Ja, want ik wil zijn bloemenact lenen. Want ik ga weer een filmpje maken. En hij heeft een bloem, zag ik laatst op Instagram. En die, als je die water geeft, dan komt hij omhoog. Want die hangt slap en dan komt hij omhoog. Ja, dat ik wauw. Ken die filmpjes. Ja. Het is een gelaagd filmpje. Want die bloem krijgt die water van zijn assistent. Nee, kijk, hij geeft hem water en dan gebeurt er nog niks. Maar dan komt zijn assistent Jamie erbij. Precies. En die met nadrukkelijke decolleté. Ja. En dan komt die bloem omhoog. Ja, precies. Ja. Die bloem bloeit weer door het zien van de zon. Van de zon, precies. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Alleen maar water nodig. Dan hebben we alles gehad, hè? Ja. Wat hebben we nog een hoogtepunt van de afgelopen periode? Joh, we zijn een half uur bezig. Of laten we gaan dobbelen, man. Oké. Okay. Ja, maar nee, nog even een hoogtepuntje. Ben ik nog wel benieuwd naar. Ja. Nou, puur werk. Vind ik wel even, want we zijn allemaal druk en je doet veel dingen. Ik heb een opname gehad voor het Beethoven-project waar ik mee bezig ben. Ja. En Ronald Brautigam, dat is een pianist, een van de beste Beethoven-vertolkers ter wereld, is wel een Nederlander. En ik had hem gestrikt om met hem samen door de sonates van Beethoven te lopen.
Dat hebben we gedaan in de Rode Hoed. Heel mooi pand in Amsterdam aan de gracht. Schitterend. En hij heeft daar 6 fragmenten van 6 sonates gespeeld. Daarover verteld, ingeleid, uitgeleid. En daarvoor had hij gevraagd om 3 fortepiano's. Dus hij had dat ook heel zelden. Sorry, 3 wat? In de tijd van Beethoven had je geen vleugels. Je had eigenlijk zat Beethoven volop in de iPhone-tijd. Dus per 10 jaar, per 15 jaar waren de vleugels weer zo vernieuwd. Of de piano's. Dat is een update. Precies. Dus we hadden daar een fortepiano uit 1800, uit 1815 en uit 1826. En hij speelde de sonates die gecomponeerd waren voor het instrument. Zodat je ook het verschil kon horen in mogelijkheden. Dus ik heb daar de hele middag op een stoeltje met een cappuccino. Wat normaal gesproken bij zo'n exclusief recital niet kan. Heerlijk de hele middag hem horen spelen in mijn eentje. Een van de beste Beethoven-vertolkers ter wereld. Die dan speelt op de instrumenten uit de tijd die voor Beethoven zijn gebouwd voor die muziek. Tijdens het maken. Met een uitleg. En ik kon vragen stellen. Dus dat was een fantastische middag. Dat heb ik vorige week meegemaakt. Moet toch nog even gemeld hebben. Nou, heerlijk. Waanzinnig. Ik zag veel. Genoot je meer van de muziek of heb je echt dingen geleerd die je nog niet wist? Nee, ik heb zeker heel veel gehoord in de muziek wat ik niet wist. Hij laat fragmenten horen, zeg hier en beter over een afslag. Het is alsof hij een kamer binnengaat en daar is een heel groot feest. Of hij laat zien wat de beperkingen waren van het instrument en dat hij 10 jaar later weer meer dingen in de muziek kwijt kan. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Het is echt een kijkje in de keuken. Ja. Vet, hij heeft geen Sander Foppelen afslagen. Dus gewoon alles is mooi. Dat wou ik even gezegd hebben. Nee, ja, dat is een... had jij nog een hoogtepunt wat je met ons wou delen? Ik was vorige keer bezig met een filmpje. En die staat nu online. Ik zag hem. Dat was Vivera. Ja. Vivera. Zit jij nu in onze tijd persoonlijk reclame te maken? En hier krijg jij gewoon geld voor. Wat dit hele verhaal hier net, dat denk wat, je dat... Hij maakt reclame voor Beethoven? Hij krijgt er geld voor, van de AVRO. Dat is publieke omroep. AVROTROS is het. AVROTROS, AVROS. Voor het geval u de draad kwijt bent. Ruben van der Meer heeft het over een commercial die hij gedraaid en geproduceerd heeft voor een vegetarische rookworst. Ja, ja, precies. Wilt u die rookworst winnen? Vivera. Nou, die is natuurlijk wel langer houdbaar dan een gewone rookworst. Dus we zouden hem ook kunnen opzetten. Nou, ik zag het filmpje, dacht ik ga het wel. Ik heb zelf zuurkool gemaakt. Ik ga het wel snel proberen. Waar kan ik die rookworst kopen? In de supermarkt. In de supermarkt. Dat weet ik even niet. Nee, welke supermarkt. Nee, ik ga er achteraan voor je. Ja. Nee, maar dan ga ik hem zeker proberen. Nou. Ruben Nicolai. Op de barbecue. Gooi hem op de barbecue. Of op de roker. Precies. Wat kan jij ons vertellen over de afgelopen periode waarvan je zegt nou... Nou, er is wel één moment... Ik had laatst 1 week en het... Het klinkt heel erg borstklopperig, maar ik had 1 week waar ik op dinsdag met een tv-programma 1,2 miljoen kijkers scoorde. En op vrijdag met een ander programma 2,2. En dat had ik nog nooit meegemaakt in 1 week. En toen was ik daar heel blij om. En toen heb ik ook gelijk heel goed bedacht dat het aan zoveel factoren onderhevig is. Jij zei terecht, op dinsdag is er normaal Ajax-Juventus, waardoor je geen kijkers hebt. Of op vrijdag is er een heel goed bekeken programma op een andere zender tegenover je. Of gaan mensen uit. Of is het 30 graden Celsius, of gaan mensen uit, precies. Dus het is, ik reken me zeker niet rijk, maar ik genoot daar wel even van. Nou, gefeliciteerd. Van harte. Ja. En wie, kan je 1 iemand noemen die in de Masked Singer zit? Ja. Ja, die nog een masker op heeft. Oh ja, nee, dat kan niet. Nu is hij kinderachtig. Nee, dat kan niet. Nee, maar nu vind ik dus het hele verhaal over die kijkcijfers niet meer leuk. Nu voel ik me gewoon een kleuter. Behandel ze alsof wij dat met 14.507 mensen niet voor ons kunnen houden. En nu zijn de luisteraars ook kleuters. Nee. Want je kan prima zeggen dat Giel Beelen... Ja? Klopt dat? Ja. We moeten gaan dobbelen, jongens. Ja. Oké, we gaan dobbelen. All right. Wie wilde beginnen? Nou. Ik wil wel beginnen. Nou, kijk. Ja hoor.
geen probleem. Het is een moeilijke... Hoop je iets? Dobbelsteen om te blazen. Hoop ik iets? ik hoop wel iets, ja. Zeker. Oh, leuk. Ah, sport. Ruben van der Meer gooit sport. Ja. Kijk, dan heb sport, ik, heb ik iets leuks. Het is ook een kijktip voor op Netflix. Het is niet dat ik zelf ben gaan sporten. Het is omdat ik het voetbal mis. Het is wel weer begonnen, maar in de tijd van corona was het helemaal stilgelegd. Ja. En toen zocht ik mijn toevlucht tot documentaires. En er was een voetbaldocumentaire over Anelka. L'incompris. Misunderstood. L'incompris. Ja. Oh, nee. Oftewel, niet begrepen. Ik ben echt gek op sportdocumentaires. Jullie ook? Ja. Michael Jordan. Ja, dat was een... Last Dance. Ja, precies. Nou, dit was echt een tegenvaller. Ja, het was verschrikkelijk. Ik verwacht een heel ander woord. Ja. Dit was echt fantastisch, ja. Dacht ik. Nee, Anelka, nou ja, ik begreep het op een gegeven moment ook waarom het misunderstood was. Was het in het Frans? Het was ook in het Frans, maar dat was heerlijk. Ik had hem eerst in het Engels opstaan. Dacht, dat klopt helemaal niet. Ze lopen niet. Wordt hij dan gedubt? Ja, wordt hij gedubt. When I was young, I was playing the soccer game in the streets of Paris. In de Sacré-Cœur. Nee. Het was het is dus mis. Hij wordt dus niet begrepen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar de hele documentaire over gaat. En dan zit hij als een singer-songwriter met een mutsje op. Oh, wow. Of met een capuchon ook op af en toe. Zit hij. Het gaat alleen maar over gezeik. En overal heeft hij ruzie. Ik ga eventjes opnoemen welke clubs die allemaal heeft gespeeld. Paris Saint-Germain, 96 tot 97, 99, Arsenal, 2000, Real Madrid, die Saint-Germain, Liverpool, 2005, Manchester City, Fenerbahce, Bolton Wanderers, 2012, Chelsea. Sorry, Ruppi, we liepen niet. Kun je nog een keer opnieuw beginnen? 2012, 2013, Shanghai, Shenzhen, 2014, 2015, Mumbai City FC. Mooie clubs. Mooie carrière. En overal is hij dus weggegaan, eigenlijk wel met ruzie. Nou ja, en hij wordt misunderstood. Ja. Het is allemaal niet zijn schuld. Dat is eigenlijk waar de hele documentaire over gaat. Maar hij probeert het dus uit te leggen, een documentaire lang, hoe hij onbegrepen wordt. Ja, en zelfs bij de nationale elftal is hij ook weggestuurd. Ja. Omdat hij de coach heeft uitgescholden. Ja. Toen hij gewisseld werd tijdens het WK. Maar dat lag dus allemaal niet aan hem. En het werd ook, weet je, wat hij had gezegd. Hij had iets anders gescholden dan in de kranten stond. Maar dus ik denk, oh, maar je hebt hem wel uitgescholden. Ja, dus tuurlijk. Dat wel. Ja. Okay. Dat was... Maar wat is de bottom line van de waarom wordt hij niet begrepen? Praat hij onduidelijk? Verzandt hij gevaar? Gaat hij vaak van de snelweg af? Waar hij nee, niet af nee, 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 nee. Het is een heel verongelijkte man gewoon. En daar zit je naar te kijken. En hij is gewoon niet begrepen. Het is allemaal niet zijn schuld. Dus hij steekt ook niet echt één keer hand in eigen boezem. Nee. Maar dat is het grappige. Want toen ging ik een andere van Antoine Griezmann kijken. Champion du Monde. En daar zat hij mee in hetzelfde elftal toen ze het WK ging spelen. En dat was een geweldige documentaire. Die jongen die kwam er niet, toen hij nog klein was, want het is een klein mannetje. In Frankrijk, heel Frankrijk afgereisd met zijn vader. En hij kwam er niet in een goed team. En toen zei een scout, kom naar Spanje. Kom naar, even kijken, welke club was het ook weer? Real Betis. Ja. En ja, daar zijn wij zeiden allebei tegelijk een club. Jij zei? Ik zei Atletico, jij zei Betis. En toen zei jij ja. Dus nu zitten we in een, in een verwarrend... Ja, nu zitten we in... Zie je? Atletico Madrid. Real Betis. Ja. Zeker. Nou, ga ik nog uitzoeken. In ieder geval, hij ging naar Spanje. Atletico Betis. Atletico Betis. Daar houden we het op. Ja, volgens mij, hij heeft heel lang bij Atletico gezeten. Ja. Maar of hij daar begon, dat weet ik niet. Nee, hij zat bij Atletico. Klopt. Ja. Rood-wit shirts. Ja. Ja. In ieder geval, daar is iedereen klein.
Dat zijn allemaal, dus daar kon hij gewoon heel goed meedoen. Maar in ieder geval waar het om ging, wat mij opviel in die documentaire, was Frankrijk een wedstrijd, hadden ze gewonnen, stonden ze te vieren. En het ging dus om Griezmann. En wie zie ik op de achtergrond? Anelka. 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 En op de tafel in de kleedkamer staat, staan ze te zingen en liedjes te verzinnen. Woe, woe, woe. En dan heb je de eerste ring daaromheen. Party, staan party. Mensen, hey, die staan een toetie. Hey, er wordt feest gevierd. Champagne, champagne. Iedereen meezingen. En in de tweede ring staat Anelka zo'n beetje lafjes mee te juichen. En het lukt hem ook niet om echt mee te vieren. En hij heeft een flesje water in zijn handen. En voor hem staat een speler. En het enige wat hij kan doen om feest te vieren is dat flesje opeens zo leeg te gooien in de nek van die speler van die voor hem staat. Hier water in je nek. Hé, what the fuck, man? Wat doe je, man? Staat die gozer. En that's it. En toen dacht ik, dat is het. Je bent niet onbegrepen. Je bent gewoon een eikel. Je bent gewoon een onsympathieke kerel. Ja. Dat is het. Een eikel. Een eikel. Anelka. Wat een positief verhaal. Mag ik daar heel eventjes nog over dat voetbal, hè? Ik wil toch even over mijn Fairphone. maar, heb ik toch een les getrokken. Dit is een positief verhaal. Heel even over voetbal. Ja? Als we het nu toch over voetbal hebben. Kunnen jullie mij uitleggen waarom de doelpunten bij Europese wedstrijden bijvoorbeeld, uit de doelpunten dubbel tellen? Waar is dat op gebaseerd? Weet jij het antwoord? Ja. Oké, okay, prima. Dan, nee, maar dus... Nee, ja. Precies. Oké. Okay. Omdat het, als er gelijk wordt gespeeld, het is twee keer één, het is 1-1 in de heenwedstrijd en dan is er nog een keer 1-1 en dan wordt het 2-1. Ja. Dan is het moeilijker om uit te scoren, want je moet er naartoe reizen. Vroeger moest je zelfs geld wisselen. Je moet in een hotel slapen wat je niet kent. Iedereen wil je dood hebben van het publiek. Juist, dat laatste. Dat is het grote gegeven waar deze hele regel op gebaseerd is. Omdat een compleet stadion van 50.000 man jou ziektes toewenst. Ja. Of hoopt dat je struikelt of corona krijgt. Ja, of zegt. Ja. Die factor is weggevallen. Het uitvoordeel en thuisvoordeel is niet meer. Nee, dat klopt. Want iedereen speelt nu in dezelfde ongezellige sfeer, alsof het in een zaalvoetbalwedstrijd is. Tenminste, dat geluid hoor je overal. Want dat geluid wat bij wordt geschoven, dat is dus een mannetje die gewoon in de regie zit. Ja, en die zit dus in zijn eentje. Ik heb dit te horen gekregen van de geluidsman. Jij dacht in het begin dat het een groep van 10 stewards... Mensen buiten staan. Nee, maar er zit één man te schuiven en die zegt... dit was een schoftige overtreding. Ja. Maar die zit dus in zijn eentje te bepalen, de sfeer van de wedstrijd te bepalen. Dat vond ik heel grappig. Die reacties. Maar toen dacht ik dus, die regel moet op de schop. Nou, ze hebben natuurlijk in de aanloop naar de finale in het voorjaar, of was het in de zomer, hebben ze ook maar één wedstrijd overal gespeeld. 1 kwartfinale wedstrijd, 1 halffinale wedstrijd. Ja, ja oké. Okay. Maar nu wordt er weer gevoetbald. Nu heb je weer groepsfase. Ja. Maar ja... Het is natuurlijk als je naar Moskou moet, wel een nadeel. Ja. Dan moet je lang reizen, meer lang onderweg. Dat is waar. Je moet acclimatiseren. Nee, dat is waar. Maar ik dacht, ik weet niet of de KNVB daar aan gedacht heeft. Nou ja, het is sowieso natuurlijk krankzinnig geworden. Want Manchester verliest met 1-6 thuis. Liverpool verliest met 7-2. Sparta AZ 4-4 na een 4-0 achterstand. Je ziet wel wat een belangrijke speler het publiek is. Ja, en die speler is weggevallen. En nu hebben ze geen idee wanneer de wedstrijd eindigt of begint. Nee. Er vallen gewoon 12 doelpunten. Moet je voorstellen dat je... Het komt omdat wij als publiek zeggen... God, voetballer! En dan denk ze, oh ja, tuurlijk. Terugkomen! Oh ja, ja, ja. Behoud die voorsprong! Oké. Okay. Het affluiten! Oké. Okay. Penalty! Okay. Doe dat. Je hele factor is weg. Ja. Ze missen guidance. Ja, en daarom wordt Barcelona bij München 2-8. Precies. Ja. Oké, okay, nou, fijn dat we dat behandeld hebben. Ja. Anelka, wat een naak. Anelka. Daar gaan we. Wat een naak. Ga jij nu? Ja, ik ga... En je gooit... Oeh, eten en drinken. Germaanse koningen die werden gekroond in Rome. Die kwamen al door dat gebied en leerden daar die
die wijn drinken. In dit gebied wordt al wijn gemaakt 1000 jaar voor Christus. Ze leerden wijn in vaten laten rijpen van de Kelten. Ik heb het over het gebied Alto Adige. Ook wel bekend als Zuid-Tirol. Ja, precies. Alto Adige. Ja. Zo, ja. Ja, zo zie ik het wel staan op flessen. Ja, ja. Ja. Ik noem het Zuid-Tirol. Ja. Want het is eigenlijk best wel apart hoe dat gegaan is. Na de Eerste Wereldoorlog hebben de Italianen, als dank voor hun keuze om de geallieerden te steunen, gewoon Zuid-Tirol gekregen. De mensen die in Zuid-Tirol wonen vonden het helemaal niet leuk. Maar ja, gedurende de fascistische jaren zijn ontzettend veel Italianen gaan wonen. En werd het verboden om steden Duitse namen te geven. Of de Duitse namen die daar waren, die werden ver-Italiaanst. De Duitse taal mocht niet meer gesproken worden. Er is een enorme strijd geweest tussen de oorspronkelijke bewoners en de Italianen. Uiteindelijk is er een oplossing geweest dat er gezegd werd, je kunt allemaal naar het Derde Rijk vertrekken. Maar als je blijft, dan word je gewoon Italiaans. Het is eigenlijk een Oostenrijks gebied. Ja. Wat totaal voor Italiaans is. En daar komt een van de lekkerste, meest bijzondere wijnen vandaan. En ik neem jullie even mee naar onze tour in 2017, toen we net weer begonnen met spelen in aanloop naar de Ziggo Dome. Maastricht. Ja. Maastricht, precies, ja. Kan ik de heren interesseren? Ja, ja, precies, ja, ja. Zeg daar heren, zeg daar, ga maar lekker zitten, kan ik de heren interesseren. Ja. Lekker strak weentje uit de Zuid-Tirol. Zijn we dat niet toen met een paar dozen? Ja, we hadden de eerste show gespeeld in Breda. Daar is nog mijn boek ten doop gehouden. Ja. Toen werd het super laat. Toen zijn we 's nachts doorgereden naar Maastricht. Daar hebben we nog in de regen onder een parasol op een binnenplaatje van het hotel heel lang zitten praten en drinken en roken. Ja. Totdat we als een soort kleuters naar binnen werden gestuurd. En nou naar bed. En nou is het afgelopen. En nou naar bed. En nou naar bed, zeg. Ja. Kom op, het ontbijt wordt al binnen geserveerd. Zijn hier wel goed harsepan. Nou ja, dus wij naar bed. Volgende dag ontzettend veel regen. Ik weet het. Ja. Het heeft alleen maar geregend dat weekend. En wij zochten naar een of één tentje. En alles was ook beslagen. Zat helemaal vol. En toen vond ik met Jeroen ergens in een steeg Vino and Friends. Ja. Vino and Friends zit in een straatje achter het Ons Lieve Vrouwenplein. Als je uit Maastricht komt of uit Limburg, ga er dan zeker een keer langs. En toen hebben we jullie gebeld en we kwamen in een soort hoekje, leeg hoekje, achter een gordijntje. Jongens, wil je hier maar zitten? Ja. En je zag het al aan de hammen en aan de worsten en aan de kaas. Ah ja, dit is jackpot. Ja. Jackpot, jackpot, jackpot. De lekker jackpot. Ja. Alles was daar lekker. Want ook dat brokje kaas met een beetje honing. En het regende buiten. En we hadden natuurlijk een zware nacht gehad. En je denkt, het enige wat nu helpt is alcohol. En hij trok een hele lekkere witte wijn open. Herstelwijn. Uit dit gebied, Zuid-Tirol, een Chardonnay. Die ik nog steeds altijd standaard in de kast heb liggen. Nou, we hebben daar toen allemaal doosjes wijn besteld. Die zijn allemaal naar mij opgestuurd. Die heb ik nog tot een lengte van dagen geprobeerd steeds langs te brengen of mee te nemen. Maar neem maar eens een doosje van 24 flessen op je fiets mee. Op je elektrische vouwfietsje. Is wel eens gebeurd. Nee, dat moet in 4 sessies minstens. Ik heb wel eens een doos wijn meegenomen naar Verkoningsbrugge. Toen ik hem ontmoette in Lerop. En toen zei hij, oh, maar die kan ik nu niet meenemen. Ik zei, nee, maar ik ga hem ook niet mee terugnemen. Of jij zijn wijn weer mee terug. Ik trok even mijn PostNL-jas aan. En dan ga ik even een briefje bij de buren in de bus gooien. Maar we hebben dan allemaal. Je kunt hem afhalen bij Pick'n Point. We hebben daar allemaal wijn besteld en opgestuurd gekregen. Maar omdat hij zei, ik heb een paar speciale dingen. En die had ik bedacht om mee te nemen. Om na een paar dagen toeren lekker op zondagavond thuis op te drinken. Ja. Dat waren 3 flesjes. En die waren dan heel bijzonder. Er was dan een dessertwijn en een port. En nog een speciale rode dessertwijn. En hij zei, Fabian, oh ja, als je naar Vino & Friends gaat, vraag naar Fabian, dat is de eigenaar. En dan zeg je, we zijn hier via de podcast van Ruben Tel Ruben. De kortingscode, moet je dan zeggen, is 41718. Ik kan hier voor de helft van de prijs eten.
Noem mijn naam in ieder geval, dan weet je wat daarvan gaat. Het zou wel leuk zijn als er gewoon nu een paar honderd mensen met kortingscode... Nee, 4718, ik ga helemaal niet. Dit gaat 10% vanaf, meneertje. Maar ik weet nog iets van 4718. Waar komt dat vandaan, meneer? Maar Fabian zei, ik weet waar jullie hotel zit. Ik laat die fles wel even naar het hotel brengen. Kun je nog even de stad in, hoef je niet te sjouwen. Nou, prima. Dat stond het inderdaad aan de receptie. De volgende gingen we terug. Ik nam een tasje mee. Het was een tasje van een... modewinkel. Ja. Het was geen niet een Fino & Friends tasje. Nee. Het was een soort kartonnen papier. Een kartonnen fashion tasje. Ja, een fashion tasje. Ja. Nou, wij kleine fashion. Leuk, hele dure op boxershorts passen ja, erin of zo. Precies, ja. Ja, of een das. Lichte dingen passen erin, laat ik zo zeggen. Een das. Ja. Mooie das. Ja, lichte dingen op een zonnige dag. Ja. Dus niet een regenachtig weekend. Nee, of twee chokers passen erin. Of een machetknopen. Bam. Wij naar huis. Iedereen afgezet. Ik ook voor de deur afgezet. Dacht, oh, lekker. Vanavond lekker. Kaasje. Oh, dan ga ik deze hele bijzondere dessertwijn opdrinken. En ik stap de auto uit. Ik zeg tegen de tourmanager Daan, thanks. Zie je volgende week. Ik til de tas op. Ik doe de deur dicht. En rang. Bodem van de tas eruit. Alles stuk op de grond. En ik kon wel janken. Want het regende nog steeds. Je bent knetterbrak. Je bent hartstikke moe. Je bent eindelijk thuis. Ik wilde zitten. Je verheugt je. Ja. En je staat in je straat. Ja, nou ja, toch overal ook wel mensen die het zien. Klabats! Ja. Je moet het opruimen in de regen. En het was het enige wat ik bij me had. Want die andere dozen, die zouden nog in de toekomst komen. Maar ik wilde nu. Ik wilde nu drinken. Het is... Je moet tegen een junk artist zeggen... volgende week gaan we heroïne gebruiken. Nee. Nu. Ja, ik wil nu. Ik verschrikkelijk. Vaak ik niet die junks zie bij de methadonbus op de verkeerde dag. Ja, die paniek in hun ogen. Dat is verschrikkelijk. Ja, het zou weer allemaal niet zijn, toch? Nee, het is woensdag. Het is nooit dat dinsdag. Ze dat moment aangrepen om even te zeggen... van, nou, dan kan ik ondertussen even mijn administratie bijwerken of zo. Nee. Of mail opschonen. Maar... het lag daar op de grond. Het enige wat ik nog kon opbrengen was gewoon alles in die zak vegen. en in de glasbak gooien. In en ik moest nog later naar buiten, want iedereen zag het ook gebeuren. Er liep een vrouw langs, die zei nog, wat gebeurt er nou? En ik kon niks uitbrengen, want je ziet wat er gebeurt. Ja, wat gebeurt en er nou? En ik ga niet een heel verhaal vertellen over Südtirol en hoe die streek is opgegeven. Door Europa. En is gegeven aan en Germaanse koningen en Keltische mensen die geleerd hebben om dat wijn te laten rijpen. Oh. Maar goed, dus ik heb dat moeten nemen. En het was een zeldzaam flesje waar ik in het bijzonder uitkeek. Dit was in 2017. Afgelopen zomer was ik in Maastricht met de familie en met vrienden van ons. Slowclap. Ja. Ja. En toen ben ik er langs gereden. Ja. En toen heeft Fabian ons een heerlijke lunch voorgezet. En toen ging ik naar de wijnkast. En toen zag ik daar dat kleine, bijzondere Gewürztraminer flesje staan. Ik zei, oh! Hij zei, ja, ze komen niet zo vaak voorbij. Maar ik heb er weer één. En die ga ik nu opentrekken. Er is een jaren, hoera, drinken overdag, la la la. Oh, we zijn nog aan het opnemen. Ja, heerlijk. Nou, oh, wat een. Ik ben zo blij dat het verhaal zo eindigde. Want ik dacht, ja. we hebben gewoon die anekdote en nu is het klaar. Oh, wat een heerlijk einde. Ja. Toch? Ja, zeker. En kijk eens even. Ik maak even een fotootje, dan zet ik hem op Instagram. Zal ik ook even, dan zet ik even ook daarbij waar Fino & Friends zit. Dan kan je met je kortingscode daarheen. Goed. Als voor de luisteraars die nu op de fiets zitten of in de auto, die nu niet de tijd hebben om naar Instagram te gaan, omdat het onveilig verkeersdeelname is. We hebben 3 fantastische kaarsjes erbij gekregen zelfs. Ja, het is een dessertwijn die wel om een goed kaarsje vraagt. Dus ik dacht, weet je, when in Rome. En ik wilde deze fles eigenlijk een keer opentrekken met een paar goede vrienden. En, helaas. Vandaag dacht ik, nou ja. Fuck it. Alle luisteraars zijn de goede vrienden. Nou, super.
We hebben een geitenkaasje, zie ik. Ja. Ja, ik heb gewoon wat lekkere kaasjes van de kaaskamer. Dit is een brie. Ja, maar dan uit champagne. Kijk eens. En dit is een schaapkaasje. Oh. Kunnen wij niet eten en drinken twee keer op de dobbelsteen zetten? Ik vind het... wat een timing. Voor ik inschenk, vertel ik nog even iets over de wijn zelf. Nou. Het is een Englaar. En van dat huis is dit de Pasito. De druif is de Gewürztraminer. En waar de meeste druiven natuurlijk in het najaar worden geoogst, blijven deze druiven beschermd van en voor vogels hangen tot en met kerst. Als, de vorst moet er overheen. Ja, toch? Precies. Ja. Het heeft iets van, je zou het ijswijn kunnen noemen. Ja. Als ik zeg de vorst moet er overheen, Ruben. Dan moeten ze een keertje bevroren zijn geweest. Of in ieder geval goed koud zijn maar geworden. Maar niks Willem-Alexander die er overheen gaat. Nee, ik was echt met het drankje ja, bezig. Nee, okay. Maar de vorst moet er overheen. Grappig, man. Ja, lachen. Nou, en je ziet wat er voor komt. Ja. Ja. Oh. Het drinkt wel anders nu, vind ik. Met het idee dat de vorst er overheen is gekomen. Deze is voor Richard. Kijk ja, het is, ik vind het nooit zo ordinair om te zeggen wat nou iets kost. Dit is een klein flesje. De helft van een gewone fles. Ja. 375 milliliter. Ja. En hij is uit 2016. En dan is hij toch nog zo rond de 60 piek. Daar moet je aan denken. Ik heb gisteren even gekeken of hij op Vivino nog te krijgen was. Ja. Maar hij is nergens te bestellen. En hij komt heel af en toe. Vivino is een app waar je wijn kan fotograferen en dan kijken of het lekker is. Ik doe dus, ja. Dat doe ik nu als mensen bij mij thuiskomen en die geven mij een flesje wijn cadeau. Nou, ik kan niet met lege handen. Dan zeg ik, wil je erbij zijn als ik een Vivino? Of wil je dat ik wacht tot je weg bent? Hij is in ieder geval lastig te krijgen. We hebben er één in drinken op. Cheers. Ja. Cheers. Zeg, salutjes. Cheers, salutjes. Cheers Richard. Proost, Richard. Jij ook. Lekker, zeg. Lekker. Ik wil hem eigenlijk gewoon alleen maar opruiken. Zo lekker ruikt hij. Oh, dit is zo lekker. Dit is exact wat ik lekker vind. Ja, het is nergens niet lekker. Elk smaakje eraan is lekker. Hij ruikt inderdaad goddelijk. Jezus. Oh, ik heb nog geen slok genomen. Alleen al het ruiken is... Ik wil wel een luchtje van dit. Hm. Ja. Ja. Nou, wat je dan doet... Je pakt een kartonnen tasje. Dat laat je nat regenen. En dan zit die lucht heerlijk aan je enkels. Nou, dat spreek ik dus nooit. Het is echt de polsen. Oh ja, ouderwets. Andere. Heel ouderwets. Oké. Okay. Nou ja. Heerlijk. Dit is het dus. Echt ontzettend heerlijk. Dank voor deze traktatie. De dobbelsteen is all yours, Nicolaar. Ja. Precies. Here we go. Een stukje kaas, Richard. Go. Dank jullie wel. En ik gooi de tekst. Ik ga voor de brie. Terwijl Nicolai tekst opzoekt. Ik ga voor de tekst. Ik ga jullie een stukje tekst voorlezen. En dan wil ik weten. Het is een gedeelte uit een songtekst. En dan wil ik jullie vragen of jullie het herkennen. Ja? Sorry. Beetje truffel? Ja. Oh, heerlijk. Dat zeg ik niet de eerste regel van het refrein, want dan weet je wat het... Ja. Blows straight into the face of time. Ja. Like a storm wind that will ring the freedom bell. For peace of mind, let your balalaika sing what my guitar wants to say. Laika, balalaika. Ja, ik wist dat jij dat een grappig woord ging vinden. Ja, ik vind het ook een grappig. Dat is het liedje wat ik ken met de balalaika. Ja, nou dit is dit niet. Oh, oké. Okay. Maar je kent het wel. Is het een Eurovisie Songfestival liedje? Nee. Is het een... Wauw. Wordt het gezongen door een man? Ja, het is een band. En de naam van de band is het meervoud van een sterrenbeeld. Scorpions. Bam! Wow, ja.
Ja, had ook de Twins kunnen zijn. The Wind of Times. Wind of Change. Wind of Change. Inderdaad. Take me. Wow. Dit gaan we even met z'n allen. Even tegelijk, jongens. Take me. Turn the table from the morning. Nou, oké. Okay. Dat is goed. Dat is Winds of Change. Waarom bespreek ik dit met jullie? Het is het nummer... Oh, dit is ook zo lekker. De combi, hè? The Winds of Change is een nummer van de Scorpions... wat ten tijde van de Koude Oorlog... Precies, ja. We gingen richting het einde al van de Koude Oorlog. Maar wat toen een gigantisch hit was. Ja. Waarom lees ik deze tekst voor... Dat weet ik niet. Er is nu een podcast over dit nummer... waarin wordt beweerd dat dit nummer geschreven is door de CIA. Echt waar? Ja. Dit nummer is geschreven door de CIA. Dat heb ik eens gehoord. Ja. Beweert de maker van die podcast. Ja, ik kan je heel veel uur luisteren besparen... want het is één iemand beweert het... en die zoekt daar mensen voor op om dat te bewijzen. En de zanger en... originele schrijver, die zweert dat het niet zo is. Dat iets zelf nee, zegt. Precies. Dat is, dus dat, dat is de, en dat is nog steeds de status quo. En dat is de, ook na de podcast van 8 uur. Ja. David Hasselhoff had in die tijd ook een nummer. I've been looking for freedom. Nou, dat is zo slecht. Daarvan weten we zeker dat het niet geschreven is door de CIA. Ja, of misschien juist wel, omdat ze natuurlijk niet... Maar stel je nou voor dat onze AIVD ook achter nummers zit van Nederlandse bodem. Moet je voorstellen. Dat zou het wezen. Het zou de teksten van Bluff kunnen verklaren. Ja. Hidden messages. Precies, misschien ik zit gelijk al te zoeken. Nou, vandaag 15 miljoen mensen. Ja. Ja. He, van, dat uur. Is de grens. Ja. We willen niet meer dan 15 of, miljoen. Of vandaag is rood. Van, joh, leen, maakt niet uit. Weet je, we moeten die economie draaiende houden. Ja, lenen. Maakt niet uit. Ga gewoon rood staan. Okay. Ik heb wel ooit eens gehoord over een liedje van de Village People, Go West. Ja, zeker ja. Dat was ten tijde van de Olympische Spelen. Daar gaan we. Go West, life is peaceful there. Go West, in the open air. Ja. Dat was de Olympische Spelen in Los Angeles. Ja, nee. Die werd geboycott door de Sovjet-Unie. Toenmalig Sovjet-Unie. Dat was omdat de Spelen van 80 weer waren geboycott door de Amerikanen. Ja. Het is echt zo kinderachtig. Ja, maar als je dan de Village People neemt als symbool en boegbeeld voor het Vrije Westen. En je neemt dat toch nog eens onder de loep. Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat een hoop twijfelcommunisten second thoughts hebben gekregen. Want wil ik met een indianentooi... En een broek met uitgeknipte billen. Nee, wacht even. De Village People waren zeg maar de eerste Spice Girls. Van elk één. Absoluut. En dus er was altijd wel één met wie je kon identificeren. Het kwam op mij over als een groep closet gays. Ik wist dat niet. Heb ik de beste bedoelingen mee, maar gewoon een groep mannen die zegt ons concept. Wat is uw concept? We verkleden ons als bouwvakkers, politieagenten, Indiaan. En die in het leer, die was echt niet closet. Nee, maar het is. Die was out there. Nou ja, het kwam op mij niet over als de Spice Girls. Is echt een ander kaliber in je seksualiteit staan. Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Je hebt verschillende poppetjes. Ja. Dat had je met de Venga Boys ook. Daar had je, had je onder andere ook een cowboy. Ja. En toen ze best wel succes hadden... ging deze cowboy naar Wessel van Diepen... de eigenaar van de Venga Boys. En zei... ik wil ook solo. Ik wil ook een solo carrière. En toen zei Wessel, ja, dat is prima. Die kleren zijn alleen van ons, dus die moet je uitdoen. Maar veel succes. Ja. En toen heette die gewoon voornaam, achternaam. Die ik niet weet.
En toen moest hij gewoon achteraan beginnen natuurlijk met zijn carrière. En had Wessel iemand anders in het cowboypakje gestopt en ging Vengeboos gewoon door. Ja. Maar hij heeft zichzelf daarmee... Je wou een solo carrière, dat is... Ja, okay. Ging je niet ook door als matroos? Ik heb volgens mij nog wel eens in een matrozenpakje gezien. Dacht van, misschien... Ja, hij is stripper geworden. Dit is wel een heel leuk onderwerp voor een podcast. Een keer verkeerde carrièrekeuzes. Oeh. Daar moet ik altijd zo ook van genieten. Als je dan hoort dat Coca-Cola bijvoorbeeld Iced Tea niet wou kopen. Dat ze kwamen aan met Iced Tea. Ja, ja. En dat ze zeiden, Iced Tea, wie wil dat nou? Zo'n koude thee. Koude thee met prik. En nu is dat gigantisch. Ik vind het zo leuk als mensen dat geweigerd hebben. Tom Selleck heeft de rol van Indiana Jones geweigerd. Oh, ja, dat is natuurlijk een wijsheid achteraf. Ja, maar het is zo leuk. Ja, interessant. Interessante insteek. Goed verhaal. Hartelijk dank, vice versa. En jij hebt een heerlijk verhaal. Wij borrelen nog even door. Ja, zeker. En dan gaan wij hierna aan de achterkant van het muurtje verder. De tweede helft. Ja, en we hadden het net even over... We moeten het misschien geen muurtje noemen, want dat klinkt zo hoogdrempelig. Een laag heggetje of een drempeltje. Een slootje waar je overheen kunt springen. Een greppel. Ja. Een betaalgreppel. Ja, greppel. Je wordt vaak een greppel achtergelaten. Ja, dat is waar. Ja. En een slootje, dat klinkt avontuurlijk. Spring over het slootje. Je hoort aan de jongens van de Cabellion. Ja. Zit ze! Waar is Vaken? Ja, bij het slootje. Het slootje overgesprongen. Of het slootje is geplant. Is het niet even goed om nog eens uit te leggen... Niet iedereen begrijpt hoe het zit. Dat hele petje-afsysteem. petje.af/RubenTeilRuben. Daar ga je naartoe. En daar heb je een abonnementje voor per maand. En je kan je ook per aflevering... Ja, je kan dus een abonnement per maand nemen. Dan kan je er eentje van €2, maar je kan ook een van €4. Precies, het is support. En je kan ook een eenmalige donatie. Als je zegt, ik trek één keer dat petje af. Ja. Precies, het is support your local artist. Ja, en local dan wel echt national. Ik zou nog even eerlijk zijn. We hebben op dit moment 57 petjes af. En dat betekent dat we de volgende podcast voor die 57 hardcore selecte club gaan maken. Ik stel voor dat we extra van leer gaan trekken. Misschien trekken we nog een fles open, maar dat gaat echt even goed gepodcast worden. En ik ga een speciale verslaggever introduceren. Kijken of het werkt. Kijken of het een goed type is voor ons team. Ik ga mijn moeder bellen. Ja, hij is niet echt heel groot, maar ik vind hem nog wel klein. Ik heb een diepte-interview gedaan met Horace Cohen. En het is echt luxe hoor voor ons, voor die kandidaten. Want je wordt naar een hotel gebracht, je krijgt eten. Wij zien u heel graag dus zometeen terug. En zo niet. Niks aan de hand. Nee, dat zegt van dit is mijn podcast, dit is mijn commitment. Ja. En het commitment is dat ik gratis hier naar luister. Ja. Dat vind ik prima. Dat mag ook. Want dan heb je hier lekker gratis naar geluisterd. Ja. Horace and Friends. Ja. Prima. Ja. En dan sluiten wij wel af met... Heb jij ook nog een vraag die je graag door ons behandeld ziet worden in een volgende podcast? Spreek dan je vraag in op het nummer via WhatsApp gaat dat. 06-2198-2150. En als je onze podcast voorbij ziet komen, geef hem sterren. En het liefst zoveel mogelijk. En schrijf een recensie, een review. Want dat schijnt in het algoritme goed te werken. En dat helpt ons weer aan andere luisteraars te komen. Heb ik Luc helemaal niet over gehoord. En daar zit dan misschien een luisteraar een keer tussen die zegt... Ik heb wel respect voor wat jullie doen. Hier heb je €100.000 per maand. Nak jezelf uit, trek flessen wijn open en lul waar je over wil. Dat is het uiteindelijke doel. Zover zijn we nog niet. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ruben, ik wil jou bedanken voor jouw mooie, eerlijke telefoon. Ja, graag gedaan. Die is beter dan die van jou. Ik wil jou bedanken voor het zo snel mogelijk opdrinken van de wijn. Want zo ken ik je. Graag gedaan. Het was zo snel. Het was een wereldrecord. Richard, ik wil jou bedanken voor de faciliteiten die je hebt meegebracht. Geweldig. Had ik al gezegd dat het van de studio Lijn 14 is? Ja, had je al gezegd. Okay. Jij dank voor je gastvrijheid, je heerlijke wijn en je prachtige... Eerlijke kazen uit de regio. Petje.af
af/RubenTeilRuben. Daar ga je naartoe.